Hey mensen, Mark hier en fijn dat jullie weer kijken naar een nieuwe video. Een video zoals beloofd dat we die zouden komen, ook al speelt vandaag Ajax tegen Napoli, geloof ik. God mag weten of het ze gaat lukken, het is niet de makkelijkste pot ooit. Maar, we hebben nog steeds wants to watch content. We hebben nieuwe SPC's die we gaan doen, uh, die we gaan krijgen en die we dan gaan doen. Maar vooral fijn dat jullie er zijn. Duimpje omhoog op deze video, het zou heel erg worden. Als deze video onder 500 likes staat binnen 24 uur, dan hebben we donderdag een nieuwe video en een nieuwe stream. Maar dan wel na de Robot voetbalpas. Maar wat wij vandaag hebben is naast nog een 50k pack en een 100k pack voor degene die het nog niet gedaan hebben. Staat uiteraard bij de mijlpalen. Uh, en dan, omdat ik hem al voltooid heb, staat die onderaan. Maar uh, once to watch warm-up. En dan heb je natuurlijk ook nog de 50k pick die je kunt unlocken bij Team of the Week warm-up. Alleen daarvoor moet je 20 potten winnen. Um, ...of op squad battles of rivals... ...maar ik heb op dit moment nog geen zin om squad battles te doen... ...dus ik spreid het uit. Dat komt wel in rivals. Uh, het voornaamste met rivals is dus nu... ...het is niet zo voor mij... ...want ik denk persoonlijk dat dat ook handig is... ...om een beetje de lol erin te houden. Um, het gaat mij niet om zo snel mogelijk... ...zo hoog mogelijk te komen in divisies. Voor mij is het nu een zaak om zo snel mogelijk... ...aan punten te komen om de play-offs te kunnen doen... ...want op dit moment heb ik 835 punten. Um, ik zit nu net in divisie 6... Dus dat zal betekenen dat ik, als ik 60 punten per win krijg en ik ga niet elke pot winnen... ...ik denk nog 7 potten moet spelen. Wat ik dan verwacht en dan krijg ik er donderdag nog van rewards, nog 150 punten bij ofzo. Dus dan heb ik dat wel. En Rivals tot nu toe gaat super goed. Nou, ik heb 20 online potten gedaan, ik heb er 18 gewonnen, 2 gelijk. En we hebben het team wat aangepast. Maar voordat we bij het team komen, dat is niet het meest relevante in deze video. Is, we krijgen dus vandaag op dinsdag, krijgen wij Player of the Month Gakko. Het zal een 86 graden kaart zijn. En in het kader van prijsinschatting want het is natuurlijk wel leuk want ik zeg dit voordat de SPC komt en ik weet niks van wat die gaat kosten. Omdat ze in vorm is 18k zeg bijna bodemprijs. Ik denk dat die SPC zo'n 50k gaat zijn. En eerlijk, ik ga hem halen want het is heel interessant. Kijk zo voor verder. We hebben nog even. We hebben nog ruim vier weken. Dus ik zeg van weet je wat? Als we op een gegeven moment echt meer dan genoeg volder hebben, dan halen we hem zeker. Alleen op dit moment, omdat de kaart in principe alleen maar CM kan, en hij is ruim 75k duurder dan zijn Inform, heb ik zoiets van: weet je wat? Ik wacht nog even. Ik wil hem wel, maar ik geef hem wat tijd. Want het is een 84, 85 en 86, maar het gaat vooral om de ratings die, die erin moeten. Uh, en ik ben niet zo van het voorbereidende werk. Ik zit op de game op het moment dat ik game daadwerkelijk uh, of af en toe iets van SPC's doe. Maar ik ben niet heel erg van het handelen. Ik denk dat dat ook enigszins relatable is voor genoeg mensen. Maar we hebben deze Dynamic Duo setup. Nou, de kaarten op zich zijn nog niet het meest spannende. Maar het concept is top het idee van dat IE van, van een team. Gewoon twee spelers die kiest En die gewoon beter maakt. Kijk, het is nu drie dagen na de officiële release van de game. Weet je wel, de 30ste kwam hij uit, dus we hebben zaterdag, zondag en maandag nu. Um, je moet geen wonderen verwachten. Het zijn twee 84-rated kaarten. Een Bemba is nog wel decent. Hij heeft van zichzelf al die lengthy stijl. En wat dat inhoudt, want je hoort het waarschijnlijk, je wordt er dood mee gegooid. Het is een next-gen iets, dus PlayStation 5, Xbox Series S en PC. En het, wat het inhoudt is heel simpel: je hebt spelers met Explosive. En dat houdt in dat ze op de korte afstand wat beter zijn. Dat ze heel snel tot hun topsnelheid komen. Je hebt control, dat is de middenweg een beetje. En je hebt length. Dat zijn spelers die op de eerste paar meters wat langzamer zijn. Maar over langere afstand sneller zijn dan de meeste spelers. En dat komt veel voor bij de wat zwaardere spelers. Zoals bijvoorbeeld Ruben Diaz, uh, Harry Kane, Benzema, zat andere. En Bamba heeft het dus ook. Uh, Suarez, deze man uit Colombia, kan het ook hebben als je hem architect geeft. Wij gaan hem voltooien. Niet omdat ik denk dat de kaarten goed zijn. Ik vind een Bemba voldoende. Maar. Um, hoe heet het? Nou, ik, ik, die Suarez zou ik nooit gebruiken. Maar het is meer van. Dit gaat super handig zijn voor objectives. En dat vind ik altijd handig. Zeker als ze bijvoorbeeld op een gegeven moment icon swaps hebben. En dit is gewoon leuk om te verzamelen. Dat is ook de reden dat ik Gakpo ga doen. Dat is waarom ik van verder nog wil. Ik probeer niet te claimen dat ik elke kaart ga halen. Maar ik wil wel gewoon zeggen van, oké, okay, we gaan hiervoor. Lukaku kan weg, want we hebben nog een duplicate natuurlijk zitten. Dus die kunnen we dan terughalen. En dan krijgen wij dus dit dynamic duo setje. Die voltooien wij. En we krijgen een premium gold pack nog, wat natuurlijk niet de beste pack is. Maar die wilde ik wel gewoon hebben. Nou, het team is ook een beetje omgegooid, zoals ik zei. Um, ik heb mijn meeste tradable spelers verkocht. Hazard verkocht voor 3k, dus 150 coins winst. Um, Rodrigo voor 7.1, dus daarop heb ik ongeveer... 2.6k winst. En de rest is allemaal gespeeld een beetje voor wat het was. Uh, Richard Sonde is unlocked op stream. We gebruiken hem nu. 12 potten, 13 goals, 11 assists. Uh, ik gebruik hem vooral vanwege de weekfoot is wel handig. Ujar uh, heeft 5 contributies en 12. En is 7. Ik weet dat ze lelijke eentjes zijn. Ik, ik ben niet gek hoor. Ik ga niet claimen wat, dat ze meer zijn dan ze zijn. Maar ze kunnen goed passen. En ze zijn voldoende snel. Dat betekent dat. door hoe de game nu is, want met R1. Kan je heel relax draaien? Met linkerstick is draaien gewoon dood. Maar met R1 kan je snel genoeg draaien dat je nog leuke kenning kan doen. En wat ze allebei degelijke dribbelingen hebben. Kan je nog dingen met ze doen? Kan je gebruik maken van hun passing? En dan kan je gewoon zorgen dat Griezmann, Richardison of Lamar door zijn op doel. Want ook Lamar is echt, ja, sick. Als CM absoluut aan te raden. Als linksmit ook prima. Maar vooral als rechtsmit. Sorry, als rechtsmit. Uh, vooral als CM tot nu toe uh, fijner dan Mirino. Wat een bonus is op zich. En ook de verdediging is heel goed. Ik kreeg een comment die zei van... Oh, je gebruikt risper spelers. Ten eerste, ik weet maar, het is maar een game. Maar het is vooral dat er was een comment die zei van... Gebruik Jori En ik probeerde eerst Skriniar, De Vrij en dan Lukaku te gebruiken. Maar dat was een beetje nog een gekut qua chemistry. En Fabinho kon er niet in. Omdat zijn posities CDM en centerback zijn. En dat was het qua knoeien en iedereen een full cam krijgen... Dat ging niet echt. Dat was hem voor mij niet echt. Dus ik besloot van weet je wat, we laten dat nu even voor wat het is. We hebben nog een 82 plus Rated Rare player pack. En een Bemba moeten we dan natuurlijk nog claimen. Uh, de 82 plus Rated Rare komt uit een milestone van, ik geloof, finishing vandaan. Uh, weet niet echt wat ik daarvoor moet verwachten. Maar het is een Borden dan. Ja, Kostich, 85. Leuke kaart qua stats op zich. Alleen, ik geloof 3 ster skills en 2 ster weak foot. Ja, dat iemand. Kijk, we zaten vanmiddag straks te streamen. En een kijker had hem in zijn team. Het is qua stats een leuke kaart. Maar hij is super voorspelbaar. Want. En geen skills. En geen foot, Dus iedereen weet wat je met die kaart gaat doen. Hij kan voorzetten. Maar. That's about it. Dus eerst nog een 50k pack van de Once to Watch warm-up. Zooi. Dit is een. De. Oh, hoi, Birk. Niet de beste kaart. 50 Pace. En zelfs als hij Link heeft, zou ik hem niet willen gebruiken bij voorkeur. Ik bedoel, een goed aantal borderspelers. Uh, en die twee. Ik denk niet dat ik ze kan verkopen. Misschien Chamberlain. Nee, allebei niet. Dan kan ik ze wel laten gaan voor wat ze zijn. En dan hopelijk nog een 100k. Het zou leuk zijn een walkoutje. Een special card. Ik noem maar wat. Nee, zeker niet. Uh, wij krijgen Spaans CM. Gaat voor parega. Wel, een walkout. Dus ik bedoel, ik krijg wat ik wilde. Uh, en daarna nog Henderson, Zapata, Dil die Lorenzo is handig. Voor als we misschien nog die Kim Min Jai, of hoe ik dat ding te zeggen, wil unlocken. Uh, en die kaarten laat ik even gaan. Kijk, het ding is: uh, ik zie heel veel superteams bekijkers. Dat is super nice. Het motiveert mij ook om inderdaad wel voor de best mogelijke teams te gaan. Maar omdat de eerste Weekend er natuurlijk aankomt. Kijk, de eerste Weekend verwacht ik geen wonderen. Dan is gewoon het idee een beetje om met dit team, en afhankelijk van rivals krijgen we misschien nog wat bij. Uh, waarschijnlijk gewoon te gaan voor rank 5. Misschien rank 4. Ik heb geen idee wat het wordt. Maar ik wil het vooral niet vervelend maken. Ik weet dat de eerste Week in League gewoon tire wordt dan de meeste, omdat nog niet elke noob zit erin. Dus we gaan gewoon ervan uit: oké, okay, we gaan het even testen. En we moeten überhaupt nog wat Rivals doen. En toevallig heb ik ook wat Rivals gameplay. Zo weet ik natuurlijk ook, omdat de meta super plank is, dacht ik van... ...oké, okay, ik ga deze kneuzen testen, dat qua bank. En dan gewoon eens kijken hoe het allemaal speelt. Want het ding is vooral dat net als jullie ben ik nog heel erg een game aan het ontdekken... ...en je hoort iedereen praten over dit is de meta... ...je moet deze buiten de scho buitenkant schoen voorzetten doen en buitenkant schoen schoten. En ik heb allemaal zoiets van, yo, ik moet er nog een beetje achter komen. En je ziet ook aan die gameplay... Ik doe het allemaal nog super basic. En het feit dat ik nu in divisies, divisie 6 zit, is puur omdat het allemaal heel basic is. Deze kaarten werken omdat ik het simpel hou. Het is niet meer en niet minder. Kijk, en af en toe scoorde ik gewoon pure schijdkoals. Dit, dit is niks moois, maar het is simpel. En dat is ook als je kijkt wat ik met die Urjarsabal doe. Hij heeft eigenlijk geen skills. Hij heeft ook niet echt weak foot. Maar ik probeer gewoon een beetje te ontdekken. Vandaag in een friendly tegen een kijker deed ik pas voor het eerst zo'n buitenkant schoen voorzet. Ziet er super effectief uit. Maar ik zie mezelf dat gewoon niet elke pot doen. En geven, omdat ik ook nog domme fouten maak bij het verdedigen. Want er zijn al mensen met verdedigend tutorials. Maar ook dat is nog een beetje ontdekken. Maar. Wat ik vooral merk is... en wat ik ook in de eerste video nog steeds is gewoon nog steeds de passers met kruisje. zijn gewoon nog steeds het meest effectief. Over de top throughballs zijn super handig. Als jij een run triggert met L1... met L1 stuur je natuurlijk spelers diep... en met R1 kan je ze naar je toe halen. Als je bijvoorbeeld... zeg maar ik mik bijvoorbeeld nu met die L1... en dan de rechterstik uh, naar Griezmann... dan gaat hij diep rennen. En als ik dan hem een over de top throughball geef... dan werkt dat vaak heel goed. En dat is vooral heel handig met die lengte spelers. Want wat dat dus inhoudt... is die zijn beter op de lange afstanden. Lop throughballs zijn meestal passen over Langere afstand. Dus als jij dat goed kunt timen, dan kun je van bepaalde lengte spelers heel goed gebruik maken. En je zal merken dat ook heel veel mensen dat doen. Er is een reden dat kaarten zoals Ronaldo moker goed zijn nu. Met 81p's die je in elke andere FIFA is het een pauperkaart. En nu is dat gewoon opeens niet zo. En ik probeer dat nog een beetje te vermijden. Dat is ook wat ik een beetje huiverig ben voor het spelen in de nieuwe divisies. Omdat je gewoon weet dat bepaalde mensen. Hebben die nieuwe techniek al onder de knie, die weten al wat ze doen. En omdat ik niet fancy speel en niet echt skills doe, weet ik gewoon van oké, okay, er zijn gewoon bepaalde types spelers waartegen ik het moeilijk ga hebben. Dat is helemaal niet erg, maar je ziet het ook in deze game. Als ik niet wat beter ga doen, als ik niet mijn beste pot speel, dan krijg ik gewoon veel goals tegen. Dan moet ik echt toveren voor bepaalde goals. Want Griezmann op rechter spits, wat ik doe, is eigenlijk heel dom. Want hij heeft drie ster weekvoet dus bij die laatste goal dat werkt dan omdat je dan een binnendrive met hem dan kan het op zijn linker maar dat moet je onthouden zeker bij het bouwen van je team ja je kunt in-game switchen maar stel je basisopstelling voordat je in-game switcht is ook al iets wat je in-game gebruikt zet spelers lekker waar je ze wil zetten want ik zet Griezmann rechts god mag weten waarom maar hij moet eigenlijk links omdat dat zijn sterke been is en dan kan hij gewoon nog meer scoren en assisteren want wat ik zeg, Richardson gebruik ik omdat hij toch wel die Weakwood heeft. Maar vooral omdat ik gewoon gebruik maak van de fouten die mensen maken. Dit ook. Geen reden om zo gehaast te doen. Je scoort die bal die ik daar krijg, scoort iedereen. Oprecht, ieder van jullie kan die kans afmaken. Waarom? Omdat je niks geks hoeft te doen. Mensen maken FIFA 22-achtige fouten. En dat is vooral de kern van deze gameplay. Omdat mensen spelen zoals FIFA 22. Te weinig mensen passen zich nog aan, merk je van oké. Okay, er is echt voor ieder type speler is een makkelijke resultaat te halen. Ook hier dan. Toegegeven. Domme fout van mij. Ik trek die run niet. En Martinez, ik durf 100% zekerheid zeggen dat hij geen lengthy heeft. Maar omdat de run goed is. Je hoeft, niet elke speler hoeft lengthy te hebben. Niet elke speler hoeft explosief te hebben. Het is handig, die stijlen. Maar let er niet te veel op. Het is niet make Het is niet. Make or break. Of wat, hoe ik dat ook in het Nederlands niet te zeggen. Maar je ziet hier ook. Hij de tegenstander natuurlijk ook niks geks. Hij is gewoon geduldig. Hij wacht af. En keepers, ze zijn prima. Ze zijn niet perfect. En je merkt ook van weet je wat, als jij gewoon geduld hebt inderdaad. En toegeven Dat werkt misschien nog enigszins wel zoals vorig jaar. Als jij af en toe de achterlijn haalt, dan zul je merken dat je echt nog steeds makkelijk genoeg kunt scoren. Want hier ook we staan 3-2 achter. Lukaku erin wisselen. Goede speler dit jaar. Werkt prima. Komen we op 3-3. Dan hier weer Lukaku. Ik zeg het je echt. Het is een. Het is een Formidabele kaart. Prima. Komen we 4-3 voor Pellegrini. Maar hij scoort nog 4-4. En eerlijk, dat is verdiend. Dit soort spelers zijn prima. Die ga ik in de weekend niet genoeg tegenkomen. En ik ga me daar voorbereiden. En hoe dat dan gaat. Eh, dat gaan jullie merken. En dan, ja, dan zie ik jullie bij zo'n volgende video. Joe.